Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van FC Emmen TV. Met vandaag een lach en een traan bij de uitwedstrijd tegen VVV. Een kijkje achter de schermen bij Roos Harms, receptioniste, telefoniste en ticketing. Een nieuwe aflevering van FC Emmen TV Latje Trap met Soufiane Lahmoudji. En bekijken we de trainersambities van Saïd Bakati. FC Emmen begint de wedstrijd tegen VVV Venlo in dezelfde opstelling als die tegen FC Den Bosch. En FC Emmen begint uitstekend, komt al vroeg op een 1-0 voorsprong en wint de wedstrijd uiteindelijk met 4-1. Toch zat er een nare bijsmaak aan de overwinning, want Gabi Diallo ging er na rust met een ernstige schouderblessure vanaf. Hij heeft zijn sleutelbeen gebroken en is minimaal 6 weken uitgeschakeld. En dus overeerst ook bij trainer Joop Gal na afloop een dubbel gevoel. Je zag me net even wegglijden, maar dat dacht ik dus aan. Dat de grootste smet op deze overwinning de waarschijnlijke zware blessure van Gabi Diallo is. Want we hoorden geruchten, maar ook de clubarts van VVV vertelde dat er minimaal een breuk in zijn schouderblad zit. Of daar in de buurt. Ja, dat zou een ongelofelijke domper zijn. Ja, terwijl het al een hele rare wedstrijd is voordat hij is begonnen. Want ja, jullie hebben onderweg pech met de bus. Wat was er aan de hand? Ja, klopt. We waren dichtbij. Hè. Op 16 kilometer hebben we onze sportmaaltijd genuttigd. En de bus weigerde om vooruit te gaan, omdat er een deur blokkeerde. Ja, en dan zit in dat technische vernuft van vandaag de dag. Gaat de motor die wil niet meer aan. Dus hebben wij terloops taxibussen en privéauto's geregeld om hier in ieder geval op een beetje een normale tijd te komen. Maar dat is 7:15 en 7:30 geworden. 7:15 voor de basis en 7:30 voor de wissels. Ja, het was gewoon 8:00 beginnen. Dus we konden ook niet al te veel nadenken over spanning en dat soort dingen. Ja, we kwamen aan in het Horst, prima hotel, lekker gegeten. Toen wouden we gaan vertrekken en de deur ging niet dicht van de bus. Dus uiteindelijk kon de bus ook niet starten als de deur niet dicht kan, voor de veiligheid. Toen moesten we met busjes vervoerd worden haast. Je hebt al meer dan 230 wedstrijden betaalde voetbal gespeeld. Heb je dit wel eens eerder meegemaakt? Nee, ik heb dit nog niet eerder meegemaakt. Maar ja, je moet altijd iets weer meemaken. Dat heb ik ook weer meegemaakt. Dus uiteindelijk heeft ons teammanager Harm Hensen alles aan gedaan. Dat we keurig op tijd hier waren en uiteindelijk snel op veld stonden. Ja, want is dat dan nog lastig? Want ik merkte het niet aan jullie. Jullie begonnen gewoon goed. Nee, we kwamen. Het was wel een beetje chaotisch eerst. Uiteindelijk kwamen we allemaal kopjes bij elkaar. En de trainer voor ons van jongens, de kop erbij. Dingen wat gebeurd is gebeurd. Focus op de wedstrijd. En voer je taak zo goed mogelijk uit. En hebben we dat gedaan. Ik had de hele zomer had ik ook doorgetraind. En dat werd nu ook zijn vrucht af. En dat is mooi. Ik ben nu eerder fit dan vorig jaar. Dus is alleen maar mooi meegenomen. En als je dan de laatste twee wedstrijden twee keer mag scoren, ja, dat is mooi. Dat dacht ik ook nog even. Heb je daar gedurende de zomer ook nog op getraind? Nee. Nee, zeker niet. Maar ze gaan er goed in. Dus, Kijk, in eerste instantie gevoel naar Gabi van potverdorie. En je gunt niemand een zware blessure. Maar het is wel zo dat we op andere posities inderdaad dubbel bezet zijn. En nogmaals, ik wil niemand een blessure. Maar dat het op die plek is, dat is ongelooflijk zuur. Ja, en eigenlijk omdat hij verkeerd terecht kwam, hè? Ja, er werden veel overtredingen gemaakt uiteindelijk uit frustratie. En dit was er ook weer één van. Ja, en komt dan potverdorie verkeerd terecht. Ja, dat is dramatisch voor Gabi. En we beginnen de competitie goed, hè? Ja, een goede start. Prima start voor FC Emmen. Wie wel eens met FC Emmen heeft gebeld, herkent deze stem. Goedemorgen, FC Emmen, u spreekt met Roos. En vandaag in achter de schermen Roos Harms, receptioniste, telefoniste en verantwoordelijk voor de ticketing. Ja, alle drie. En daarvan is denk ik het hoofdonderdeel wel de ticketing.
rondom de wedstrijden en het begin van het seizoen. De seizoenkaart aanvragen. Allemaal weer verwerkt op dit moment. Dus ja, nu gaan we weer helemaal het seizoen in met de losse tickets. En Roos heeft net de drukste periode van het jaar achter de rug. Het aanvragen van de seizoenskaarten. Klopt, ze worden eerst aangevraagd. En dat gebeurt hoofdzakelijk hier aan de balie. Daarna ga ik ze aanvragen via een systeem, computersysteem. En worden ze extern voor ons geprint. En dat kan natuurlijk niet steeds voor iedere team. Dus ik wacht dan wel tot ik een behoorlijk aantal heb. En dan komen ze in één grote vracht hier naartoe. En naast de seizoenkaarten is Roos ook verantwoordelijk voor de losse verkoop. Ja, en af en toe probeert iemand wel eens een kaartje bij haar los te weken. Nou, ritselen valt op zich wel mee. Maar er zijn soms best wel mensen bekend in de voetbalwereld. En dat zijn vaak de scouts en dat soort mensen die van andere clubs komen. Ja. Er zit wel eens een bekend gezicht bij. En de gereserveerde kaarten worden vaak door de week of op de wedstrijddag afgehaald. Over het algemeen deel ik de kaarten hier bij de receptie uit. Maar we hebben ook gastdames. Die helpen soms ook als het een wedstrijd is waar toch veel kaartaanvraag voor is. Dan word ik geholpen door de meiden van het stenden. En sinds Roos bij FC Emmen werkt, gaat ze helemaal op in de wedstrijd. Maar juist dat vindt ze erg leuk aan haar werk. Spanning rondom de wedstrijd. Ja? Ja, vind ik toch wel. Ja. Het is hartstikke leuk werk, maar nu het zo lang in de voetbal werkt, dan is het ook spannend dat je gaat winnen natuurlijk. En dus zou je zeggen dat ze al jaren voetbalfan is? Nou, dat was ik niet hoor, maar daar ben ik heel erg in gegroeid en daar ben ik inmiddels wel. Verder helemaal niet, maar FC Emmen, ja, dat gaat me nu wel aan het hart. En naast de werkzaamheden voor FC Emmen heeft Roos ook nog een eigen beauty salon. Ik heb een schoonheidssalon en dat doe ik nog steeds. Alleen ja, dat is gewoon leuk erbij. En dit is gewoon lekker mijn doordeweekse werk. Ja. Dat is een hele leuke combinatie. Een andere belangrijke taak van Roos zijn de receptiewerkzaamheden. Goedemorgen. Goedemorgen, waarmee kan ik u van dienst zijn? De drukte in de receptie is nu net geweest, maar dat komt natuurlijk ook door al die aanvragen met seizoenkaarten. En zo overdag dan is het vaak de afspraken die Wim heeft of die de commercie heeft. En die verwelkom ik en die geef ik een kop koffie. En dat zijn er denk ik zo'n 6 op een dag gemiddeld. En ook het werken met hele leuke collega's bij FC Emmen, dat zou Roos niet willen missen. Omdat ik een schoonheidssalon heb, daar werk ik altijd alleen. Dus ik vind hier gewoon heel erg leuk dat ik collega's heb. Ja. En leuke collega's. Ja. Ja. En dan is er tot slot nog één vraag niet beantwoord. Ik wil graag Karel Hilbrands, onze materiaalman, nomineren voor de volgende aflevering van Achter de Schermen. Want ik ben heel benieuwd hoe vaak Karel de wasmachine aanzet. En vandaag alweer de tweede aflevering van FC Emmen TV Latje Trap. Wat is de bedoeling? Iedere speler van FC Emmen krijgt 2 pogingen, 2 keer vanaf 11 meter. Dat levert 1 punt op als je de lat raakt. 2 keer vanaf 16 meter, 3 punten. En 2 keer vanaf 18 meter, 5 punten. Maximaal dus 18 punten te verdienen. En vorige week de eerste deelnemer in FC Emmen TV Latje Trap. En dat was Leandro Resida. Ja, en hij haalde een teleurstellende, vond hij zelf, 4 punten. En na 1 aflevering gaat natuurlijk Leandro Resida aan de leiding met 4 punten. Maar of dat ook na vanavond genoeg zal zijn, wie zal het zeggen? Want dit is de volgende kandidaat. Soufiane Lahmoudji, de aanvaller van Emmen, is 24 jaar oud. Speelde vorig seizoen nog voor FC Volendam en in 35 wedstrijden wist hij 10 keer te scoren. 4 punten dus, dat moet toch haalbaar zijn voor Lahmoudji. Gaat ook gebeuren. Heb je nog speciale dingen gedaan hiervoor? Speciaal ontbeten vanochtend bijvoorbeeld? Nee, helemaal niet. Gewoon kroesli elke ochtend. Okay. Hoeveel punten ga je halen vandaag? Boven de 10 hoop ik. We gaan het zien. Succes. Hij straalt in ieder geval zelfvertrouwen uit. Meer dan 10 punten. Nou, we gaan het zien. Eerste poging. Ja, volgens mij was die raak. Laten we nog eens even gaan kijken in de herhaling. Hij skampt de lat. Notaris Neuterboom vindt het ook goed. 1 punt voor Lahmoudji. Tweede poging. Nee, die is te hoog. En dus na 11 meter, 1 punt. 16 meter, 3 punten te verdienen. Eerste poging. Nee, die is niet goed. Te hoog. Tweede poging vanaf 16 meter. En ook die is niet goed. Weer te hoog. En dus blijft Lahmoudji op 1 punt staan. En dus moet hij gaan scoren op 18 meter. 5 punten per keer. Eerste poging. En weer denkt hij dat hij de lat raakt. Nou, nog eens even kijken. Maar deze keer is het... Nee. Net niet het geval. Laatste poging.
Kan het er nog? Jawel! 5 punten erbij! Prachtig gedaan hoor, bovenop de lat. Uitstekende techniek. En met die 5 punten komt Soufiane Lahmoudji op een eindtotaal van 6 punten. Gaat daarmee aan de leiding 2 meer dan Reshida, maar hij ging voor meer dan 10. En dus kan hij niet tevreden zijn. Ontevreden, ja. Ik zei dat het de 10 zou worden, maar dat is het niet geworden. Jammer genoeg. Waar lag het aan? Ja, mijn collega's. Altijd aan het ahoeren, ja, dan krijg je dat. Concentratie, hè. Hoe lang hou je deze compositie vast? Want je collega's moeten nu en je kent de kwaliteiten van hun een beetje. Nou, ik denk voor even. Ik denk voor even. Dus nee, gaat het niet lang worden. En volgende week is het de beurt aan Tim Siekman. Kan hij de 6 punten van Soufiane Lahmoudji verbeteren? We gaan het zien. Als je op een donderdagochtend al vroeg in de Jensvesting aanwezig bent, kan je zomaar een gedreven trainer Saïd Bakati tegenkomen. Saïd Bakati? Dat is toch die rechtsback van FCM, hè? Ja, en trainer van FCM en C1. En het plezier spat van de training af en Bakati traint vol passie en vuur. Toen Bakati in Zwolle voetbalde, haalde hij zijn trainersdiploma en de verdediger weet goed wat hij als trainer wil. Ja, ik wil eens heel veel leren in de jeugd. Voor mezelf te ontwikkelen, telkens beter te willen worden. Je loopt tegen dingen op waar ik vorig jaar dan niet tegenaan liep als assistent. Dus dat is telkens een mooie leerfase voor mij. En ja, hopelijk een goede trainer worden. Ondanks zijn gedrevenheid stond het niet op voorhand vast dat Bakati trainer zou worden. Niet altijd. Ik was eerst helemaal gek van voetbal, zelf een voetballer. En de tijd van Zwolle werd ik wel geïnspireerd door trainer Ad Langele. Om trainer te worden. Uiteindelijk heb ik daar de cursus gevolgd en daar is het eigenlijk begonnen. En ook de collega's van Bakati zijn nieuwsgierig hoe een teamgenoot het doet. Ja, hij doet het goed. Dat is de Saïd die ik ook in het veld zie bij ons. Ik bedoel, ja, hij coacht, hij zegt stop tegen de jongen. Hij zegt wat je beter kan doen en wat je niet goed doet. Dat is gewoon die Saïd die ook in het veld ziet. Ja, inderdaad, ik ken Saïd nog niet zo lang, maar in al die tijd dat ik hem ken, heeft hij dat altijd al gedaan. Dat is precies hetzelfde eigenlijk. Ja, de nieuwe Louis van Gaal loopt hier al op de velden, hè? Ja, ik denk het wel, ja. Nieuwe trainer voor Oranje, denk ik. Bakati heeft ruim 230 wedstrijden in het betaalde voetbal gespeeld en heeft vele trainers zien gaan en komen. Ik heb heel veel trainers gehad en ik probeer van elke trainer dingetjes op te pikken en hopelijk later zelf iets mee te kunnen doen. Allemaal leuk en aardig, maar wat vinden de spelers van FCM en C1 van de trainer Saïd Bakati? Het is een leuk trainer. Hij houdt van, nou, je moet hard werken bij hem. Want als je dat niet doet, ja, daar houdt hij niet van. Hij traint veel, hij legt veel uit en hij is heel duidelijk. Nou, je kan veel van hem leren. En ik omdat hij ook zelf hoog speelt, leert hij je veel dingen wat je aanvallend goed kan doen en verdedigend goed kan doen. Wat opvalt tijdens de training is dat Bakati de oefeningen vaak onderbreekt en dan de spelers zelf naar de oplossing vraagt. Ja, ik doe heel veel vragende wijs. Ik probeer de jongens in een open vraag te stellen. Dus uiteindelijk moeten ze over nadenken en hopelijk de goede antwoord geven. Vaak weten ze het al en hopelijk worden ze daardoor een betere voetballer. Uiteindelijk proberen in de FCM een debuut te maken later. Dan, hij vraagt aan ons eigenlijk wat we dan op dat moment fout doen en dan leggen we het uit. En is dat anders dan dat je met andere trainers hebt gehad? Ja, andere trainers doen het ook wel, maar trainer C die doet het wel vaker. Ja, nee, inderdaad. Dan vraagt hij ons iets en dan moeten we het goede antwoord geven. En is dat wel eens lastig? Nou, nee, want hij legt altijd precies uit wat je moet zeggen dan, zeg maar. Dus hij legt je eerst uit wat je moet doen en dan vraagt hij het opnieuw. Dus dan weet je eigenlijk het antwoord al vaak. En een trainer die zelf hoog heeft gevoetbald, ja, dat heeft wel zo zijn voordelen. Ja, hij leert ons klein maken en groot maken, druk zetten op de bal en kansen afmaken. Hij leert je veel, hij geeft je veel complimenten. Maar hij kan ook, hij is gewoon een goede trainer, denk ik. Maar wordt hij nooit boos? Ja, soms wanneer hij het fout doet, maar dat is niet echt boos. Nee. Ja, hij is duidelijk met die jongens, denk ik. Hij weet hoe die met die jongens moet omgaan. Hij is goed bezig. En bij FCM staat de ontwikkeling van de jeugdspelers voorop. Winnen is leuk, maar in deze fase van de opleiding nog niet het belangrijkste.
Voor mij staat de eerste plek is ontwikkelen voor het kind. Uiteindelijk als elke kind heel goed ontwikkelt en telkens op training ook blijft werken aan zijn ontwikkelingspunten, dan is op den duur komt winnen ook dichterbij er in de buurt. En winnen is vaak einde van de wedstrijd. Dan weet je pas als het fluitsignaal is afgegaan. Dus ze moet eerst gefocust blijven in het voetballen. En wie weet zien we over een aantal jaren niet alleen een aantal spelers van C1 actief in de hoofdmacht van FC Emmen, maar wellicht ook de trainer. En dit is alweer het einde van deze aflevering van FC Emmen TV. Komend weekend geen competitievoetbal, maar vrijdag 12 september speelt FC Emmen thuis tegen Helmond Sport. En als u voor deze wedstrijd een kaartje koopt, dan krijgt u een tweede kaartje gratis. Dus neem iemand mee naar FC Emmen. En deze actie geldt overigens ook voor seizoenkaartouders. Volgende week dinsdag zijn we weer terug op Podium TV, zo rond de klok van 20 voor 7. Ik dank u voor het kijken en graag tot volgende week.